Hey, hallo iedereen en welkom hier bij Bax Music. En vandaag bekijken we een ongelooflijk heel mooie, supercoole headless gitaar, deze Ibanez Q52PB. Voilà, voor wie eigenlijk op zoek is naar een enorm breed inzetbare gitaar en toch om jouw spel toch naar een absoluut hoger niveau te tillen, een ongelooflijk kwalitatief instrument met heel veel sounds en toch voor een min of meer bescheiden budget, zeker in deze klasse, dan is er deze geweldige PB52. Nu, waar gaan we eigenlijk starten? Want er zijn zoveel dingen die eigenlijk in een iets kleinere gitaar zoveel over te vertellen is. Allereerst, het is gewoon een super makkelijke gitaar. En iets kleiner doordat de headstock natuurlijk er niet is. Hè. Zonder headstock hier, ook hier de body is een beetje aan de lichtere kant. Hè. Minder groot dan normaal gezien. Dus je hebt eigenlijk gewoon een super lichtgewicht gitaar hier, die je eigenlijk overal naartoe kan nemen. En daarvoor krijg je natuurlijk ook deze zeer, zeer goede gigbag van Ibanez zelf. Ja, het is een zeer breed inzetbare gitaar. Hè. Ik zou ze voornamelijk thuis zeker gebruiken om techniek te leren. Het is heel makkelijk om waar je ook zit, voor een computer met een interface of voor een amp of in de zetel met een headphone of in je bed of whatever, heb je toch wel iets bij de hand dat makkelijker inzetbaar is, maar toch hoog kwalitatief, zeer kwalitatief sowieso. Een perfecte gitaar om zeker jouw techniek te gaan oefenen. Zeker tot hier volledig goed bereikbaar alles. En voornamelijk ook zeer goede sounds. Dus laat ons gewoon beginnen bij het begin. En dat is deze prachtige body. En check zeker hier de bovenzijde. Het is echt, dat zijn altijd natuurlijk stukjes kunst. Ik heb er geen ander woord voor. Het is kunst, het is zeer mooi. En ik ga toch wel af en toe spieken, want het is gigantisch veel wat je over deze gitaar kan zeggen. Voilà, hier eigenlijk de basis. Hè. Je ziet het hier aan de achterkant, is een Nayato. Nayato is eigenlijk een houtsoort die toch wel meer en meer wordt gebruikt. Hè. Je weet, hout kan je natuurlijk niet eeuwig omkappen. Dus je moet echt wel alternatieven gaan vinden die ook heel goed zijn. Dit Nayato is zeer sober aan de achterzijde. Maar het mag ook wel. Het is vooral zeer licht en blijft eigenlijk wel nog resonant. Maar je hebt hier natuurlijk die bovenzijde. En ik ga hier heel even kijken. Het is een Poplar Burl Top. Dus het is poplar, maar dan een burl top. En je ziet soms echt ook wel nog kleine groefjes hier. Oh, het is echt prachtig. Ik zou naar zoiets echt gewoon uren kunnen blijven kijken. Absoluut zeker fotograferen, want het zo mooi is. Het is ook vooral hier met de kleuren die gebruikt zijn. En je ziet hier het iets donkerdere Nayato hier. Dan de kleuren van natuurlijk de schakelaars en hier de bridge en de elementen en hier natuurlijk ook iets roasted maple hals en dergelijke. Is het eigenlijk allemaal mooi in balans. Het is een heel mooie gitaar, gewoon compleet in balans. Geen enkel kleur dat er uitspringt waarvan je zegt van waarom. Nee, dit is eigenlijk één mooi stukje kunst. De body hebben we gehad. Dan hebben we Q58 humbuckers. Heel breed inzetbaar. Ga je straks absoluut horen. Je kan hier echt heel mooi donker clean of helder clean. Maar je kan natuurlijk ook vooral als je overdrives of dergelijke aanzet, kan je echt een heel spectrum van donker naar heel licht, naar snappy, naar veel mid, weinig mid. Dus je hebt in principe 10 verschillende sounds. Je hebt hier een 5-way switch met 2 humbuckers, een 5-way switch en hier nog een alto switch. Dus 10 sounds heb je uit deze gitaar. En natuurlijk vergeet niet, je hebt ook nog een volume en een toon natuurlijk. En zeker als je met die alto switch en dan nog een beetje met je toon speelt, dan heb je er eigenlijk nog eens zoveel. Dus heb je een bepaalde toon in gedachten, don't worry, die krijg je hier absoluut uit.
Dus voilà, hier ook alles tot, ja, tot in de puntjes, mooi gekartelde, goed opgebouwde schakelaars hier, pots ook zijn dik in orde, de alder switch, alles is eigenlijk hoogwaardig sowieso. Drie mogelijkheden om de strap aan vast te hangen, dat kan je wel gebruiken bij zo'n headless lichte gitaar. En dan gaan we misschien onmiddellijk naar de bridge, want die ziet er toch eigenlijk ook wel een beetje speciaal uit. Het is eigenlijk een monotune bridge en het woord zegt het eigenlijk zelf. Je kan hier eigenlijk snaar per snaar bijtunen. Dus heel, heel makkelijk. Ik moet nu zeggen dat ik deze gitaar toch wel een paar dagen uitgeprobeerd heb voor deze review te doen. En goh, je moet ze eigenlijk gewoon af en toe een heel klein beetje bijstellen hier. Maar ze blijft echt heel mooi in tune. Je kan gewone snaren gebruiken. Door dit locking systeem kan je echt gewone strings gebruiken. Dus dat is ook perfect. Maar dit is eigenlijk wel super, vind ik. Zeker ook als je live speelt of dergelijke. En je moet even bijtunen. Het is echt super makkelijk om hier. En ook hele mooie, grote, gekartelde draaiknoppen hier. Om je snaren toch een beetje bij te tunen. Ook heel mooi een beetje... ja, schuin gezet, zodanig dat je je niet kan vergissen. Er is echt aan elk detail iets voorzien. Dus en dan gaan we hier naar de hals. Het is eigenlijk een drielaags hals. Je zou het niet zeggen, maar het is wel zo. Dus je hebt hier achteraan heel mooie roasted maple. Je ziet ook hier die streep, roasted maple. Bubinga noemt dit. Had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar dit is Bubinga, dames en heren. Heel mooi gewoon... Het gaat natuurlijk ook allemaal esthetisch een beetje hier, maar het voelt gewoon ook allemaal heel mooi. Heel mooi silky ook. En hier bovenaan heb je een Birdseye Maple toets. Ja, wie houdt daar nu niet van? Eigenlijk niemand, denk ik. Voilà, en dan heb je in principe deze Q52PB. Dus eigenlijk een absoluut stukje kunst voor wie op zoek is naar een heel veelzijdige gitaar. Dus 10 sounds, hè? 5-way switch, alt switch, alter switch, 10 sounds, headless, heel licht, dus overal inzetbaar, heel makkelijk te tunen ook, gewone strings, 2 top humbuckers, en natuurlijk een echt kunstwerk hier, zoals je kan zien, prachtig gewoon. En voilà, dan gaan we naar een aantal sounds hier, en ik ga eigenlijk gewoon hetzelfde riffje spelen. En we gaan de 10 sounds aflopen. Here we go. We'll be right back.
Zoals gezegd, ook een perfect ding voor mij alleszins is om terug starten met oefenen om sneller te kunnen spelen. En je hebt die vlakke radius, dus dat helpt echt wel. Dus deze gitaar deed me echt terug starten met... Er is nog wat werk aan, je ziet het. Hè. En blijkbaar is ze ook perfect voor tapping, dus daar ben ik ook al opnieuw mee gestart. Dus je ziet het, als je zoiets of zo toch een geweldig instrument in huis haalt, heb je eigenlijk gewoon zin om te oefenen en daar draait het toch allemaal om, denk ik. Dus voilà, ik ben sowieso verkocht. Ik ga terug blijven oefenen sowieso om terug die speed op te bouwen. En voor de kijkers die natuurlijk thuis die speed onder de knie hebben, don't worry, dit is echt super leuk, een super coole, een super goeie headless Ibanez. Deze PB of Q52 PB, my bad, is eigenlijk gewoon niet alleen een prachtig werkinstrument, maar nogmaals, check. Deze geweldige look van deze gitaar. En voilà, die kan je natuurlijk bestellen bij Bax Music. En de link kan je vinden hier in de omschrijving. En dan hop je naar onze website. En dan zie je natuurlijk deze mooie foto's en inches. En alles wat je nog moet weten. En je kan ze natuurlijk bestellen. Als ze op voorraad is, heb je ze heel snel in huis. En anders natuurlijk proberen we ze heel snel bij jou thuis te krijgen. Voilà. En dit was mijn start alweer van een nieuw metal avontuur. Ik had een beetje verleerd, was een beetje meer naar de blues gegaan, maar zoiets doet me toch echt terug hunkeren naar die zware, zware riffs en speedy licks. Dus ik ga sowieso verder doen hier. En ik hoop van jullie hetzelfde. Heel veel muziekplezier gewenst. En ik hoop jullie terug te zien hier binnenkort op het YouTube-kanaal van Bax Music. Want zoals gezegd, heel veel video's, dus zeker liken en abonneren. En als je nog iets nodig hebt, check gerust onze website baxshop.com. Voilà, mijn naam was Tom. Het was alweer geweldig dat je erbij was. En tot heel binnenkort voor een nieuwe video. Bye bye.